ga jullie laten zien hoe je deze nail art kunt maken. Het is oranje met rood, wit, blauw. Dus misschien leuk voor Koningsdag. Ik zie wat ribbels in de nagels, dus die ga ik eerst even mooi polijsten. Je hebt eerst de zwarte. Dus een hele fijne grit zit erop. Daar ga ik de ribbeltjes mee weghalen. Wat heb ik nodig voor de nail art? Een rood-wit-blauwe paint, een witte strijper, een penseeltje met een schuin kantje, dat is een Da Vinci nummer 4, een dotpennetje en een mooie topcoat met een glinstering erin. We beginnen met een basiscoat om de nagelplaat te beschermen tegen de kleurstof. Een dun laagje, niet te dik, want er komen natuurlijk nog twee laagjes nagellak overheen. Nou, we beginnen eerst met een laagje oranje lak. Eerst een laagje altijd zo dun mogelijk. Het eerste dunne laagje zit erop, dan gaat er een tweede dunne laagje overheen. Als je een beetje over de huid gegaan bent of een klein beetje ernaast, heb je een mooi correctiepennetje. En dat kan je mooi eventjes corrigeren. Ik ga een rood-wit-blauwe bloem maken. Dan begin ik eerst even met de blaadjes. Een klein tipje basecoat in het midden. Daar plak ik het steentje op. Het steentje pak ik met de dotpen. En die zet ik op de basecoat. Nu ga ik met de witte strijper, even oppassen dat er geen druppels afkomen. En met de dotpen, met de witte paint. Maak nog een paar kleine stipjes. En dan komt de topcoat met een fijne glinstering erin. Dan heb ik een spray. En die zorgt ervoor dat het sneller droogt en het verzorgt de huid rondom de nagels. Ik gebruik hem altijd, want het is ideaal. En dit is dan het eindresultaat. Met dezelfde materialen kan je ook een iets minder uitbundige nail art maken. En dan doe je een paar streepjes rood-wit-blauw. Fijne Koningsdag!